De eerste start is gevallen. Paarden zijn weg. Duel om de leiding in het midden van de baan. Charlie Yee die naar voren gaat. Aan de binnenkant daarnaast ligt Adelaar. En zo gaan de paarden op weg naar de eerste bocht. Helemaal aan de buitenzijde Celestial Boko. Paarden op weg naar de eerste bocht en Charlie Yee is daar als eerste. Charlie Yee aan de buitenkant Celestial Boko, erachter Adelaar. Vierde plaats voor Beat the Blue, vijfde is Wonderboy en zesde Go Go Harley. Op de zevende plaats ligt Bellamy. Achtste plaats daarachter is voor Mr. B, negende S Promised. Op de tiende plaats daarachter volgt Wanne van Ranen. Maar de elfde plaats is voor Alwin Dalimo. Twaalfde is de favoriet Dex Beukenswijk. En wie is er dan? Dertiende, dat is Anne Hill. Zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde door. Dan komt de eerste tussentijd op de klok en die luidt 1:14:01. Fors tempo dus. En de leiding nu in handen van Celestial Boko. En die haalt nu het tempo uit de koers. Het veld gaat straks in elkaar schuiven. Tweede plaats voor Charlie Yee. En daarachter op plaats 3 ligt Adelaar. Dan volgt Beat the Blue. En nog niemand in het tweede spoor die echt naar voren komt. De eerste die aan de buitenzijde een beetje begint op te schuiven is John de Leeuw met Adelaar. En zo gaan de paarden de bocht door. Paarden komen straks in de rechte lijn voor de tribune. Rust is teruggekeerd in de koers, maar uit het achterveld komen nu dan toch ook paarden naar voren. Een van de deelnemers die nu naar voren op gaat schuiven lijkt Mr. B te zijn. En zo komen de paarden in de rechte lijn voor de tribune. Aan de relingzijde nog altijd aan de leiding Celestial Boko. Aan de buitenkant inderdaad Mr. B, die duikt nu naast hem op. En die mag de leiding ook zomaar overnemen. Celestial Boko hoeft de leiding niet echt te hebben. Mollema had dat goed gezien en pakt de leiding over. De eerste kilometer gaat in 1:18:02. Mr. B, Celestial Boko, Charlie Yee. Het eerste paard aan de buitenkant is Beat the Blue. Daarachter in het tweede spoor Wonderboy en aan de relingzijde Adelaar. Daarachter volgt aan de relingzijde dan Bellamy. Daarachter in het tweede spoor Wanne van Ranen met aan de relingzijde daarnaast Go Go Harley. Naar het tweede spoor is gegaan Alwin Dalimo. Daarachter volgt in het tweede spoor dan Rick Ebbingen met Dex Beukenswijk de favoriet. En zo gaan de paarden voor de laatste keer de rechte lijn overzijde in. De laatste twee zijn S Promised en Anne Hill. Paard op weg naar de laatste bocht. Tempo is fors omhoog gegaan. Mr. B leidt. Mr. B aan de buitenzijde daarnaast is het Beat the Blue. Daarachter aan de relingzijde Celestial Boko. En door het derde spoor gaat nu de aanval lopende Dex Beukenswijk. Maar voor hem uit gaat nog een deelnemer. En zo gaan de paarden op weg naar de laatste bocht. Tussentijd nu 1:15:02. En nog altijd vooraan dezelfde leider. En die is inmiddels halverwege de laatste bocht. Diezelfde leider is Mr. B. Mr. B, Beat the Blue. Daarachter aan de relingzijde wacht op ruimte Celestial Boko. Daarachter in het tweede spoor volgt dan Stefan Schoonhoven met Go Go Harley. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. En daar komt de versnelling van Mr. B. Arnold Mollema gaat versnellen. Deed hij de laatste keer in Hamburg ook. Toen bleef hij makkelijk voor het veld. Gaat hem dat vandaag weer lukken? Het is Mr. B die nog altijd leidt. En weer blijft hij makkelijk voor het veld. Mr. B gaat hem winnen. Tweede is Adelaar. Derde Celestial Boko. En vierde Charlie Yee.